Uit onderzoek is gebleken dat de Amerikaanse vrouwen eerder geneigd zijn om te stemmen op de charmante Obama dan op zijn wat oudere tegenstander Romney. Dat bevestigt misschien wel het stereotyperende beeld dat we hebben van de Amerikanen. Kiezen voor uiterlijk en niet voor iemands standpunten. Wij nuchtere Hollanders denken natuurlijk heel anders over. Toch? I love you back. Obama ziet er bijvoorbeeld best wel sympathiek uit. En hoe de uitstraling van als hij zeg maar ook zeg maar spreekt. En ik denk dat mensen dat die charisma en die sympathie zeg maar kan aanvoelen. Nou, ik vind hem als persoon heel erg leuk. En hoe hij het doet hij het, vind ik hem gewoon heel leuk. En of het nou een Noor of een Zweedse zijn, het gaat gewoon met waar hij voor staat. De rustigheid die hij uitstraalt. Dus het is gewoon een goed persoon voor Amerika. Ja, hij ziet er wel sympathiek uit. En dat kan waarschijnlijk helpen. Maar ik denk uiteindelijk dat het echt gaat om de standpunten. Als het echt alleen om het uiterlijk gaat, is het niet zo heel erg best. Het is wel een charmante man. Het is erg om te zeggen misschien, maar ik kan het me wel voorstellen. Ik denk eerlijk gezegd dat ik ook wel geneigd ben om eerder te stemmen op iemand die er goed uitziet, en mooi uitziet, omdat je dan toch bewust of onbewust denkt dat die positieve eigenschappen meer heeft. Nou, ik denk, voor mijn gevoel maakt het niet echt uit hoe iemand eruit ziet. Het gaat meer gewoon om wat zijn standpunten zijn en zijn ideeën. En ik zou in ieder geval niet op hem stemmen, omdat hij er misschien goed uitziet. Vinden Hollandse vrouwen Obama dan helemaal niet knap? Nee. Nee, hij is wel een sympathieke man, wat Gemma al zei. Maar ja, ik vind hem niet knap. Op zich wel charmant. En ik snap dat als je wat ouder bent, dat je op zich wel... Het is geen verkeerde man, zeg maar. Hij is op zich best aantrekkelijk. Nou, ik vind hem wel iets te oud, maar ik snap wel dat vrouwen hem leuk vinden omdat hij misschien ook de eerste zwarte president is. Ik vind hem leuk, niet knap, leuk. Aantrekkelijk en vriendelijk. Vooral vriendelijk om te zien en oprecht. Hij heeft wel iets charmants, dat is het meer. Het is niet absoluut in mijn type, maar hij is wel charmant. Dus dat snap ik. Ja. U ziet, de Nederlandse vrouw kiest vriendelijk en niet voor uiterlijk. Is er toch nog een sprankje hoop voor Henk Bleker? Dit was Onnie de Bruyne, Padua TV.